Nou, kaalheid is heel makkelijk te herkennen, is dat je gewoon geen haar hebt op je hoofdhuid. Er zijn verschillende soorten van kaalheid en ook verschillende oorzaken, maar die moet in een consult naar voren komen. Kaalheid, afhankelijk van welk soort kaalheid, is goed te behandelen. Wij doen geen haartransplantaties, maar wij voeren eigenlijk een activatie van de dunner wordende haarfollicels of die net hun haarzakjes hebben verminderd. Nou, dat geeft gewoon een goed resultaat. Nou, hoeveel behandelingen je nodig hebt is afhankelijk van welke behandeling je samen met ons kiest. Nou, met de ExoHair, dat is een soort mesotherapie voor de hoofdhuid, dan heb je 8 behandelingen nodig. En als je kiest voor de behandeling met PRP, en PRP is een soort, ja, noemen ze het ook wel de vampire facelift, of eigenlijk een behandeling met je eigen bloed, dan heb je er 4 nodig. Maar als er een vergevorderde vorm van kaalheid is, moet je niet verwachten dat in ieder geval met de behandelingen die wij hebben, dat dan je een volledige haardos krijgt.